Ja, dames en heren, wij hebben Eureka opgezet eind maart, eigenlijk begin april, zijn we actief geworden. En als het goed is, en de techniek laat ons niet in de steek, dan zien jullie naast mij een presentatie lopen. En het eerste plaatje, Archimedes zei het al, Eureka. En je ziet in dat plaatje, een plaatje uit de middeleeuwen overigens, lang nadat hij niet meer onder ons was, waarin hij in een bad stapt. En het verhaal gaat dat toen hij in dat bad stapte, hij zijn Eureka-moment beleefde. En dat betekende voor hem specifiek, hij stapt in dat bad en hij ervaart van, de waterspiegel stijgt. En hij realiseerde zich dat hij daarmee misschien vraagstukken kon oplossen die tot dan op dat moment eigenlijk niet oplosbaar waren. Bijvoorbeeld het berekenen van een volume van een lichaam wat niet in lengte, hoogte, breedte was in te delen. En dat Eureka-moment voor hem, waarom was hij daar nou zo gelukkig mee? Nou, u ziet op het plaatje vooraan een kroon liggen. En die kroon behoorde toe aan Hiero van Syracuse. En Hiero van Syracuse die had die kroon laten maken van zuiver goud, dacht hij. Alleen hij had het gevoel dat de edelsmid die het gemaakt had voor hem, helaas hem had besodemieterd. Alleen hij kon dat niet bewijzen. Dus hij had mensen om zich heen gevraagd van en de wetenschap van die tijd, help mij om dit probleem op te lossen. Maar niemand kon het oplossen. En het Eureka-moment was daar. En ik denk, combinatie is misschien wel heel logisch met wat wij aan het doen zijn. Maar wat nog veel belangrijker is, Hiero van Syracuse was een tiran. En een tiran heeft natuurlijk allerlei narcistische trekjes. Dus die was niet zo erg bezig met de wereld om hem heen. Maar zelf Hiero realiseerde zich, ik kan het niet alleen. En kwam tot de conclusie dat hij een vraag aan zijn omgeving moest stellen. Dus hou dat vast. Het is geen schande, al ben je de machtigste persoon ter wereld, dat je je vraag stelt aan een ander. Zo zijn wij ook van start gegaan. Ik zei het al, we zijn sinds eind maart actief. En we helpen bedrijven bij vraagstukken die te maken hebben met de gevolgen en de impact op hen van de coronapandemie. We hebben daarvoor zelfs een voucherregeling opgezet en tot op de dag van vandaag hebben ze zo'n 200 bedrijven geholpen. En dat is niet alleen maar een klein kernteam wat dat doet. Dat is een hele baaiert aan bedrijven en organisaties die samenwerkt om te zorgen dat wij verder komen met elkaar. Dus de vraag stellen is eigenlijk per definitie ook een antwoord krijgen. In mijn verhaal wil ik het even hebben over twee elementen die maken dat wat we doen best wel uniek is. Enerzijds is dat het proces. We hebben het ontzettend snel met elkaar voor elkaar gekregen. Het werd eigenlijk door de wethouder al aangegeven. Iedereen ging in lockdown, maar wij wisten virtueel heel snel Eureka uit de grond te stampen. En dat is een pluim voor de regio, denk ik, dat we zo snel hebben kunnen doen. Dus ik wil het even over het proces hebben. Hoe doen we dit nou precies? Maar anderzijds natuurlijk ook over de inhoud. Wat komt er op ons af? Welke vragen zijn ons gesteld? En waar staan we op dit moment? Om maar even met het netwerk te beginnen wat om ons heen zich verzameld heeft. Een beetje parafraserend op Sun Microsystems die begin jaren 90 of halverwege de jaren 90 the network is the computer, zei. Een beetje parafraserend daarop zou ik willen zeggen, het netwerk heeft de kennis en het netwerk maakt dat je verder kunt komen. De belangrijke vraag daarbij, zegt er, hoe kom jij bij die kennis? Hoe zorg je ervoor dat je die kennis tot je krijgt als ondernemer? Nou, dat is een vraag denk ik voor alle tijden. Niet alleen voor deze crisis, maar nu was die extra pregnant aanwezig. Want die ondernemer kan wel wat steun en hulp gebruiken. Nou, een flowchart hoort daar dan bij. Hè, van ik heb een vraag die komt bij ons binnen. En daar gaan wij dan vervolgens iets mee doen. Ik ga meteen naar de volgende sheet. Omdat onze dienstverlening voor pak een beet 99% van de tijd gratis en voor niets is. Dus dat is hartstikke mooi. Dus je hebt een vraag. Die vraag stel je via het Eureka-loket.
Als die vraag duidelijk is, dan kunnen we daar meteen iets mee doen. Als de vraag niet duidelijk is, dan moeten we misschien nog even contact met je hebben. En we ervaren daarin gewoon twee dingen. Enerzijds hebben we het proces zo ingericht dat we heel snel contact met iemand kunnen opnemen. En dat wordt enorm gewaardeerd. En het tweede punt is dat je op het moment dat je de vraag uitzet bij een van je specialisten, en dat kan een van de organisaties zijn die meewerkt, belangeloos, in die periode blijven we de opvolging doen. Dus we checken zowel bij de organisatie die helpt, als bij de persoon die geholpen wil worden, lukt het en kom je hier verder mee. En dat maakt dat je heel actief bezig kunt zijn. Waarbij ik maar wil zeggen, je kunt iets heel kleins doen. Hè. We hebben maar een heel klein kernteam met 3 mensen, waarvan er 2 niet eens fulltime met dit onderwerp bezig zijn. Dus ook al is het team nog zo klein, je kan echt het verschil maken voor een groot aantal mensen, bedrijven in je omgeving. En dat is wat we doen. En daarvan kunnen we leren. En dat zouden we hopelijk ook mee kunnen nemen naar de volgende periode, waarin COVID achter ons ligt en alleen maar in de geschiedenisboekjes staat. Goed, welke vragen hadden die ondernemers dan aan ons? Waar wilden ze bij geholpen worden? Nou, het zal niet verbazingwekkend zijn dat 28% van de vragen die ons tot op de dag van vandaag bereikt heeft, gaat over financiën. En dan met name over financieringsvraagstukken. Een heel groot aantal daarvan gaat over corona-overbruggingsleningen. We hebben het in het filmpje van Solis al gezien. En daar kunnen we actief bij helpen. En dat hebben we ook gedaan. Je ziet ook dat er heel veel aanbod is. En dat is iets wat in tijden van crisis misschien wat meer op de voorgrond komt dan anders. Maar je ziet ook dat heel veel ondernemers bereid zijn en iets willen bijdragen, iets willen doen. De een kan meer doen dan de ander. De een heeft concretere mogelijkheden om te helpen dan de ander. Maar we kunnen elkaar echt wel helpen. En vergis je overigens niet in dat aanbod, want in dat aanbod kunnen ook weer vragen zitten. Hè? Dus iemand kan zeggen, goh, ik kan helpen, maar dat helpen kan ook wel een vorm van werven zijn. Dus wij moeten wel altijd even checken bij iemand die aanbod heeft van wat is nou precies je aanbod en wat is nu precies de bedoeling. In 23% van de gevallen die wij binnenkregen ging het over regelingen. Hoe zit het nou met die nou? Heb ik daar recht op? Soms raken mensen in verwarring door de opeenstapeling van allerlei regelingen. Dus ook daar spelen we een rol in. Soms zijn we een beetje de wegwijzer naar organisaties om ons heen. Zorgen die er zijn rondom voortgang van vergunningen. Wij proberen partijen dan echt aan elkaar te koppelen. In een enkel geval, gelukkig niet de meerderheid van de gevallen, hebben we bemiddeling gedaan. Bemiddeling, dan moet je je voorstellen dat het gaat over bedrijven die op de een of andere manier in conflict zijn gekomen. Dan wel met hun eigen aandeelhouders, dan wel met een conflict tussen huurder en verhuurder. Daar helpt het als er iemand anders tussen springt en zegt, joh, laten we even als volwassenen proberen om dit probleem te tackelen. Klein beetje netwerkvragen. De strategievragen zijn ook wel interessant. Het merendeel daarvan gaat namelijk over marketing en sales-achtige zaken. En ik denk dat, het is al heel vaak gezegd, maar de digitalisering krijgt door deze crisis een enorme boost. Maar je ziet ook dat heel veel bedrijven daar nog niet op voorbereid zijn. En dat hun digitalisering, en dan heb ik het niet alleen maar over mensen die in Microsoft Teams thuiswerken, maar ook de marketing en sales moet veel meer online dan dat hij fysiek kan plaatsvinden. Ja, dat vraagt een verandering. In een aantal gevallen ging het ook qua strategie heel erg over productvernieuwing of productontwikkeling. Bijzonder interessant. Dat zijn een beetje de vragen die wij op ons afkrijgen. En ik heb uit de praktijk toch een aantal voorbeelden voor jullie meegenomen om het een beetje aansprekend te maken. En dat loopt een beetje door de tijd heen. In het begin waren ondernemers vooral, in paniek is misschien een heel groot woord, maar je ziet wel dat mensen verbijsterd waren over wat hen overkwam en eigenlijk ook niet direct een antwoord hadden op wat hen overkwam. En ik herinner me nog heel erg goed, in die eerste weken kreeg ik een mediaondernemer aan de lijn. Die was letterlijk in paniek en dat werkte heel verlammend. Hè? Want zij vroeg zich echt af van, hoe moet ik nu verder? Ik zie mijn omzet inlazeren, ik heb mensen op de payroll. Hoe nu verder? En de regelingen waren allemaal nog niet zo heel erg duidelijk. En wat je dan ziet is eigenlijk 2 dingen. 1, het feit dat je contact hebt met iemand en met iemand spreekt. En iemand, bij wijze van spreken, moet in praat. Dat op zich is al een enorme waardevolle bijdrage aan
om A, iemand tot rust te krijgen en te zorgen dat de focus weer op de toekomst komt. Want ja, je kan bij de pakken gaan neerzitten, maar je weet één ding zeker, dat gaat zeker niet helpen. Dus dit was een, denk ik, een heel mooi voorbeeld en we hebben deze ondernemer ook echt kunnen helpen. Op twee manieren. We hebben een coach aan haar gekoppeld die wat meer lange termijn mee kon denken en kon helpen en klankbord kon zijn. En we hebben gezorgd dat de financiering op orde kwam. Dus in alle gevallen denk ik een mooi voorbeeld van hoe je succesvol kunt zijn. Vervolgens kwamen we in diezelfde, ietsje later, een retailondernemer tegen die de afgelopen jaren eigenlijk al zijn vastgoed, alles wat hij had, heeft hij verkocht om te investeren in een multichannel aanpak. Heel moedig, hè, want je gaat van fysieke winkels naar een totaalconcept met internet en weet ik wat niet meer. Kost allemaal heel veel geld. En nou ja, dan komt zo'n crisis niet op het goede moment, want hij was nog niet helemaal over. Ja, fysieke winkels kon hij die wel openlaten. Best wel veel mensen, veel winkels, veel mensen. Paniek, faillissement ligt dan op de loer. Klopt bij de bank aan en de bank geeft op dat moment niet thuis. Omdat in die beginperiode de vraag aan de banken zodanig was dat ze eigenlijk alleen maar hun eigen klanten konden helpen. En deze ondernemer was niet zo'n type klant. Dus ja, hij moest andere wegen gaan bewandelen. En het zag er heel erg slecht voor hem uit. En uiteindelijk hebben we met een van de partners in het Eureka-loket kunnen zorgen dat hij na een periode van 2-3 weken crisisbeleid, dat we hem toch hebben kunnen helpen naar een nieuwe financieringsvorm die hem echt heel erg verder hielp. En wat hem ook direct weer de energie gaf om door te pakken op zijn onderneming. Ik denk een fantastisch voorbeeld, hè, want we hebben het in de retail heel veel over hoe moeilijk ze het hebben in relatie tot online. En deze retailondernemer die gaat deze crisis gewoon fantastisch overleven. En we hebben daar ons steentje aan kunnen bijdragen. We zijn zeker niet verantwoordelijk voor zijn succes, maar we helpen hem wel. Vervolgens kwam er ook een maatschappelijk verantwoord ondernemer, als ik dat zo mag zeggen, voorbij. Die eigenlijk een businessplan gebouwd had op pre-COVID en ineens met COVID-19 geconfronteerd wordt. En eigenlijk zijn hele businessplan onderuit zag gaan. We hebben in eerste instantie wat feedback gegeven, maar ook hier leek het ons gewoon heel goed om daar een coach aan te koppelen. En dat is ook gebeurd en ook die ondernemer is daar heel blij mee. Dus je ziet gewoon dat heel verschillende vragen uit heel verschillende sectoren door ons zijn opgepakt. Wat ik heel veel gezien heb, ik zal er nu niet te diep op ingaan, zijn corona-overbruggingsleningen die afgewezen zijn. In eerste instantie Solis was daar een voorbeeld van. Waarin we zeg maar, met de expertise die wij konden meebrengen met het netwerk, toch voor een flink aantal van die ondernemingen nog alsnog het verschil hebben kunnen maken. Waardoor ze in tweede instantie wel een overbruggingslening krijgen. En dat zijn niet alleen maar IT-gerelateerde bedrijven, er zitten ook mediabedrijven tussen. Dat was heel breed. En daar hebben we heel veel in gedaan. In het aanbod, het was al heel grappig om te zien dat we echt in de eerste weken het ene mondkapjes initiatief na het andere kwam voorbij en dat is, het was echt ongekend. Zoveel mondkapjes dat je je afvroeg van hebben we überhaupt nog een mondkapjesprobleem in Nederland, maar het waren natuurlijk geen goedgekeurde mondkapjes. En je zag horecaondernemers die mondkapjes gingen zitten naaien. Ik weet niet of je daar nou je toekomstbeeld mee moet hebben. Maar goed, het was wel, ik denk, een trend in onze maatschappij even en het is wat stiller geworden op dat punt. Maar voor ons het was wel een trend in een bepaalde periode. Wat ik al zei, we hebben conflictbemiddeling gedaan tussen aandeelhouders, huurders en verhuurders. Een voorbeeld waar ik zelf heel erg een Eureka-momentje bij heb beleefd, was toen ik gebeld werd door een producent van bouwmaterialen en eigenlijk bekledingsmaterialen in panden. Die had in de vorige crisis, 2008 en verder, zich gerealiseerd van oei, die bouwsector die gaat hier achteraan eilen en wij krijgen misschien een klap die jaren later gaat komen dan eigenlijk de eerste bankaire klap. En zij hadden zich daar toen heel erg op voorbereid. Dus toen dit zich aandiende, zei deze ondernemer tegen zichzelf, wacht eens even, dit heb ik eerder beleefd. Ik ga nu alvast praten met en zocht dus Eureka op om eens te gaan hebben over productontwikkeling. Ik zou mijn product willen aanpassen. En waarom is dat nou voor mij persoonlijk een Eureka-momentje? Ik ben een ICT-ondernemer van huis uit, zullen we maar zeggen. En
En ja, deze ondernemer is bezig met fysieke producten. En het idee was, oh, ik wil iets met IT gaan doen. Nou, de vragen waar ik als IT-ondernemer dan meteen aan denk, ja, daar had zij op dit moment nog niet over helemaal niet over nagedacht. Dus eigenlijk een telefoongesprek van een uur leverde haar al zoveel vragen op waarover zij na moest gaan denken, dat we ja, in feite met elkaar nog steeds in contact zijn om dat uit te vlooien. Wat ik er maar mee wil zeggen is, voor mij was dat, zijn die vragen heel natuurlijk, omdat ik uit die ICT-hoek kom. Voor haar waren die helemaal niet zo natuurlijk, omdat zij uit een fysieke productontwikkelingswereld komt. Ergo, die twee bij elkaar brengen levert een nieuwe dynamiek en voor haar de kans om nieuwe dingen te ontwikkelen. Het omgekeerde zou ook kunnen, hè, dat een ICT-ondernemer zegt, goh, ik wil iets in de fysieke wereld gaan betekenen. Nou, het is gewoon een mooi voorbeeld waar we elkaar kunnen versterken. En ja, dit geeft aan hoe je elkaar kunt vinden en opzoeken. Nou, ik sluit dan toch een beetje af met, we moeten natuurlijk vooruitkijken en positief blijven met elkaar, want anders komen we nooit door deze crisis heen. Neem niet weg dat niet iedereen deze crisis zal gaan overleven. En een voorbeeld daarvan was dat een retailer, we hadden een uitzending gemaakt, een webinar gemaakt over de wet homologatie onderling akkoord. Een hele mond vol voor een aanpassing op de faillissementswet. En er was een retailer die dacht, goh, ja, het gaat niet goed met mij. Het gaat eigenlijk al heel lang niet goed met mijn bedrijf, met mijn winkels. En ik steven af op een faillissement. Zou dat traject voor mij niet iets kunnen betekenen? Nou, we hebben hem daarmee geholpen en ik hoop voor hem dat de wetswijziging op tijd door de Eerste Kamer gaat. Maar als hij die tijd heeft, dan betekent dat het faillissement, dat is niet af te wenden, maar dat het faillissement in ieder geval minder desastreuze gevolgen voor hem persoonlijk zal hebben. Dan dat wij dat, als wij dat hadden gedaan. Nou, allemaal mooie woorden van mij, hè? En u moet mij maar op mijn woord op geloven. En daarom heb ik ook een filmpje meegebracht van een ondernemer die door ons geholpen is. Meshokken, laten we daar even naar gaan kijken. Wij zijn Luc en ik, samen zijn wij Meshokken en wij maken bean-to-bar chocola. We doen alles zelf, van rauwe cacao tot aan de chocoladereep. Wij zijn begonnen in 2014, toen vooral vanuit de passie voor zowel koken, smaak en een passie voor duurzaamheid. Zeker in het begin van de coronacrisis, toen dus ook de horeca moest sluiten, was het voor ons sowieso al een hele onzekere tijd. En we merkten dat er echt een shift kwam van je producten in fysieke winkels kopen naar steeds meer online. Maar we waren eigenlijk niet heel erg ingericht op online verkoop. We hadden zelfs op dat moment geen eigen webshop. Die verschuiving die zagen we ineens in een heel rap tempo gaan. Onze verkoop verliep niet online, maar ook onze marketing verliep eigenlijk nog helemaal niet goed online. We zijn bij Eureka gekomen eigenlijk nog via een tussenstap, Impact 030, die ons wezen op Eureka, om daar eens contact mee te leggen. Eigenlijk heel eenvoudig, gewoon eens gemaild. En toen werd er direct teruggebeld om te kijken van oké, hoe kunnen we jullie helpen? Waar heb je dan echt specifiek probleem mee? Want het is natuurlijk vrij vaag waar je dan mee komt. Van ja, ik heb problemen door een coronacrisis. Ja, dat heeft elke ondernemer, maar wat is nou precies dat probleem? En we kwamen er eigenlijk al zo via de telefoon kwamen erop uit dat het heel erg ging op dit online marketingstuk. En hoe we dat veel beter konden inrichten om uiteindelijk niet alleen voor deze korte coronatijd klaar te zijn, maar ook voor later. Omdat we wel door hadden dat de shift naar online, dat wel een blijvende is. Toen werden wij eigenlijk al direct gelinkt aan een bedrijfje in Amersfoort die echt op dat online marketingstuk zit. Die dus ook weer gelinkt was aan Eureka. Nou, en zo zijn we dan bij Consigo uitgekomen, die ons hebben geholpen bij dat online marketingplan. Ja, dus dat vindt iemand ervan die door ons geholpen is. Ik ga te snel, denk ik. Welk vooruitzicht, wat hebben we geleerd in de loop van deze tijd? Een goede pitch schrijven en de financiële stand van zaken presenteren is nog niet zo simpel. De flexibele schil, ZZP'ers worden ongelooflijk hard geraakt in het vinden van nieuwe opdrachten. Jonge bedrijven, echt jonge bedrijven, hebben ongelooflijke behoefte om zich te kunnen bewijzen middels proof of concepts. Dus daar kunnen we als regio met elkaar aan werken.
Jonge bedrijven worden onevenredig hard geraakt door wat er ons overkomt, omdat zij geen buffers hebben, ze hebben geen financieringsmogelijkheden. De regelingen zijn op hen vaak niet van toepassing. Kommer en kwel wat dat betreft. Ik zie institutionele vastgoedfondsen met hun eigen rendementen worstelen versus de huurders die vragen om maar even niet te betalen. Allemaal hele grote problemen. Waar we ons gelukkig mee kunnen prijzen is dat vragers, ook al zijn ze maanden geleden bij ons geweest, elke keer weer terug blijven komen met nieuwe vragen. Dus dat netwerk, dat werkt echt. Dat gezegd hebbende, zou ik bijna willen afsluiten met een vraag aan u, kijker, leven we in het oog van de storm? Want wat wij zien is, we zijn vooral bezig binnen het Eureka-loket met organisaties die zich al in de eerste fase bij ons gemeld hebben. En het lijkt wel alsof het een soort van opdroogt op dit moment. Maar dat kan haast niet, want de problematiek is er niet minder om. Dus leven we nou in het oog van de storm of heeft u gewoon geen behoefte aan dit verhaal? Eureka, voor u allen, als je ondernemer bent, get connected met ons. Want dan sta je er niet alleen voor. We kunnen je echt helpen met het beantwoorden van je vragen. Get connected als professional, deel je kennis. Het maakt de regio echt heel veel sterker. En de oproep aan de regio die ik zou willen doen is, institutionaliseer het regionale netwerk op een hele laagdrempelige manier. Eureka is denk ik een heel mooi voorbeeld geworden van wat dat kan zijn. Wij gaan er nog even mee door om te zorgen dat iedereen geholpen wordt. Dus zit je met een vraag? Heb je kennis of als regio laten we zorgen dat we samen de toekomst instappen. Je kunt ons bereiken op het Eureka-loket, mail eureka@economicboardutrecht.nl. En wij proberen dan zo snel mogelijk bij je te zijn met een antwoord of verdere contacten. Dank jullie wel. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel, dank je wel. Blijf nog even bij me, want ik heb wat prangende vragen. Nou, dat is mooi. En misschien hebben jullie die ook wel. We hebben nog 5 minuutjes voor vragen, dus typ ze even snel in de chat. Dan komen ze ook bij mij terecht. De WOA. Ja. Ik weet zeker dat er heel veel kijkers zijn die dachten, wat is dat? Ja. En dat moeten we dan toch even verduidelijken. Er is van de week door de Eerste Kamer een wet aangenomen. Ja. Die moet nu alleen nog in de Staatscourant komen. En die wet maakt een faillissement. Kan een faillissement een beetje anders maken? Lees, je kunt een deel van je bedrijf in faillissement laten gaan, maar met een deel kan je door. Heb ik het dan goed vertaald? Ja, vroeger kende je in de faillissementswet de mogelijkheid om te proberen om tot een zogenaamd crediteurenakkoord te komen. De ellende daarvan was dat echt iedereen akkoord moest gaan. Ja, één iemand kon het tegenhouden. Eén iemand, de broodjeszaak om de hoek, kon het bij wijze van spreken tegenhouden. Nou, dat wil je niet. Nou, daar is een aanpassing op gekomen, is jaren over gedaan. En hij komt nu misschien net op tijd om in deze crisis te zorgen dat bedrijven misschien wel verder kunnen. Ja. Bij grote bedrijven zal het verder gegaan zijn. En voor kleintjes kan het zijn dat je op een gedempte manier valt. Want je kunt dat dus, als je als ondernemer in die crisis zit, een crediteurenakkoord sluiten. Wat vaak voor crediteuren toch een winstsituatie is, omdat bij sommige faillissementen dus helemaal niks meer krijgen. Klopt. En dat kun je dus doen zonder dat alle crediteuren akkoord moeten gaan. Ja. Juist, dat is de WOA. Het kan heel belangrijk zijn in deze crisis, maar moet nog even gepubliceerd worden in de Staatscourant en dan is hij zo snel mogelijk live. Ja. Dus als je het kunt rekken totdat hij er is. Dat zou mooi zijn en als je daar vragen over hebt, we hebben specialisten achter ons hangen die je daar echt in verder kunnen helpen. Ja. Ja. Jij bent zelf ondernemer, jij richt in 97 internetbedrijven op, allerlei functies gehad van CFO, COO, CIO. Nou ja, je staat al 25 jaar ondernemend in dat bestaan en nu doe je dit. Ja. En je roept de overheid in je laatste sheet ook op tot een soort van institutionalisering met een lage drempel. Ja. En toen dacht ik, hoor ik hier al de beleidsambtenaar of de ondernemer? Ja, nee, je hoort toch denk ik echt de ondernemer, want ik zie gewoon de behoefte bij ondernemers aan dat klankbord. Ja. En ik probeer eigenlijk niet anders dan dat ik je voordeel, gewoon door met mensen te praten, dat klankbord voor ze te zijn. Ja. Ben ik slimmer dan zij? Absoluut niet. Maar ik kijk net even fris of anders tegen de problematiek aan. En bevat het een beetje het samenwerken met de overheid als ondernemer? Absoluut, omdat je, we kunnen met elkaar maken het verschil. Hè? Als je 200 bedrijven helpt, dan maak je het verschil. Anders dan alleen maar voor je eigen bedrijf. Aan het einde zeg je, zitten we nou in het oog van de storm, want de vragen drogen een beetje op en dat baart mij zorgen. Dan vertaal ik het goed, hè?
ik hoor ook uit ondernemerskringen een zin van, ja, als ik het nu de crisis zo lang duurt, niet zelf red, ja, dan heb ik misschien ook geen succesvol bedrijf. Ondernemers zijn ook trotse mensen, dus we zien ook een afname van het aanvragen van bijvoorbeeld de NOW3. Ja. Ook soms vanuit een soort van trotsheid. Wat zeg jij tegen die ondernemers als ze toch over hun trots heen moeten stappen en naar een loket moeten gaan? Want zo voelt het dan even voor die ondernemer. Ja, nou goed, daarom start ik met Hero uit de geschiedenis. Een narcist puur sang, wat ons ondernemers natuurlijk allemaal een beetje eigen is, dat narcisme. En heel trots op wat ik bereikt heb. Kijk eens wat ik allemaal bereikt heb. Dat staat een beetje, lijkt een beetje haaks te staan op je omgeving bevragen. Maar als ik iets geleerd heb in die 25 jaar, is het je omgeving bevragen is A, niet fout. En twee, je wordt er ontzettend veel wijzer van, want je weet gewoon niet alles. Ja. En ik sprak laatst een ondernemer die al heel lang ondernemingen begeleidt. En die zei tegen mij, joh, luister, wat ik zie is dat bedrijven die bereid zijn, ondernemers die bereid zijn om vragen te stellen, die zijn slimmer en die komen gewoon verder en zijn succesvoller dan bedrijven die dat niet doen. Nou, welke ondernemer wil er nou niet succesvol zijn? Als je dat niet wil, dan word je geen ondernemer, denk ik. Heb je die trots die ook hoort bij het ondernemerschap, durf juist wel te vragen, want dan ben je misschien nog wel een grotere ondernemer. Het is wat ik al zei, het netwerk heeft al die kennis beschikbaar. Ja. En je bent bouwondernemer en je legt contact met een ICT-ondernemer en samen kan je iets heel moois creëren. Ja. En ik begrijp dat ondernemers die even wat minder te doen hebben, maar met hun bedrijf gaat het prima, die mogen ook komen helpen. Absoluut. Hoe meer zielen kunnen helpen, hè, want als het echt de oog van de storm is, dan kunnen we ons borst nat maken qua begin volgend jaar. Ja. Dus laten we elkaar helpen. Volgens mij moet de regio ontzettend blij zijn met jou. Als kartrekker van de Eureka. En ik hoop dat na vandaag, ja, dat is een gek verzoek, maar toch dat de vragen ook weer komen. Want als je die hulp nodig hebt, jongens, zoek die hulp. Daar word je als ondernemer beter van. Gert-Jan Jansen op de Haar, dankjewel.